net tijdrit alweer met Peter Sagan. En dat hebben we goed gedaan. En nu gaan we rijden met Sagan en Longwy. Het is gewoon alle ritten met Sagan pakken. We waren tweede in de tijdrit. Ik hoop dat wij nu beter spelen. Maar het speelt ook op kampioen, dus het is tegen Eddy Merckx. Die oude renners zijn er ook bij. Dus, ja. Hier zijn ze niet, hoor. De leeftijd staat erop, 80, 70, sommige renners. Maar ja, het Cancellara zit er ook bij. Maar we hopen dat wij een goede prestatie zetten met Pieter Sagan. Juraj. Hello everyone. Juraj Sagan. En Peter heeft de groene. Juraj zal hem kunnen overnemen. From north to south. To finally fight down for victory in France. Oh my god. Pantano. Wie is dat hier? Lutsenko, Kittel. Fouclair. Oh my god. Er zitten toppers bij. Maar Juraj Sagan gaat in de aanval. Hij heeft het op zijn dak geschreven. Voor vandaag. Wow, hij is zeker. Wie pakt hij, krijgt hij mee. Zeit. En Fouclair en Irizar. En Bono en Hansen. Juraj Sagan is de broer van Peter Sagan. Dat bergje moet je overraken, Juraj. Kom, werk mee, jongen. Anders heb ik niks aan u. Kom, zie. Oei, Juraj Sagan heeft het lastig. Hij had er zelfs afval. Juraj Sagan met de goede sprint en hij gaat hier. Juraj Sagan heeft de aanval opgericht. Gaat hem in Fouclair's wiel zetten. Fouclair vraagt om mee te rijden. Juraj Sagan gaat dat niet doen. Heeft geen zin om nog wat tijd te verliezen. Om energie. He could be labeled as a puncher, but is also good in the mountains. However, ja, ze zit nou bij. Oké, die Bono, als die nou bij zit, kan Van Berkel als hem gaan. Maar Juraj doet wel goed. Juraj. Op de wijze maar. De Belgische man van de Belgische support. En Juraj Sagan, van verdomd ver. Van heel ver dan maar. Het tempo in de lucht hangen. Is het groepje Sagan goed? Hij is de beste aanvaller. Wie? Die Zeit zeker, ja. In principe hebben we nu genoeg ruimte. Om te volgen. Fouclair, Hansen, als zij spurten, moet ik ook spurten. Maar wij gaan volop voor nu de spuur. Gaat hij het pakken? Hansen lijkt er mij nog over te geraken. Maar het is Juraj Sagan. Ja, met de fiets. Is het met de fiets? Ja. Pak dat puntje. Juraj Sagan. Make sure you don't leave him alone up front. It would be difficult to catch him and it's better for him to finish on his own. Nu zal het stelen. Snel, hè. Juraj Sagan gaat langs de andere kant. Hansen zei, ik ga meeglippen. Juraj, zijn kans is niet mis. It's the third category climb that now waits the riders. 2 points will be awarded to the first rider to the top. Oei, je moet nu weer wat bijpakken. En bij is het support.
The breakaway is forewarned. Oké, ik ben helemaal mijn wegsprint kwijt. Ik had nog wel voor Bono in de voor Bono. Voor Bono, oh, dat is te groot, dat wiel. Er zit wel een fiets tussen. Zaits, pak de puntjes. Ja, de sprint is te goed naar die baan, hè. De strijdlust zal naar Julia, gaan, hoop ik, hopen wij. Maar lekker bezig, jongens. Kom op, ga zo door. Hoop je Julia Sagan. Jura is over de strijdlust gaan. Teammates van Sky rijden hard. Vertellen ze. Jura moet over die barren en die heuvelkens gaan. Moet daar goed sprint kunnen rijden. Het gevoel. Jura. Niet in van de beste posities zit. There will be one point to be had towards the polka dot jersey at the top of the next car. Oh my god. Dit is zoals heuvels. Nee. Papa? Ah, zei. Oeh, daar had de bergsprint voor knokken. Hup, oh, Zaits. Oei, oei, oei. Heeft over, die Pekin heeft over. Dat Pekin heeft heel veel over. Ik, oei, oei, ik moet voor Claire Bono nog af. Ik moet er nog. Bono heeft binnenkant. Juraj, kom op, jongen, Juraj. Woep. Oh, maar dat jumpen is echt. Juraj raakt er nog net over. They're riding hard behind. Nu is het moment hè, dat we sprintje winnen. The next King of the Mountain Summit is ranked as the third category. Only the first two riders over the top will score points towards the best climbing classification. Zaits. Je Zaits moet afhouden voor dat kilometer van de meter aan dat bergsprintje. Fouclair, oei oei, en die Zaits plafonneert nu ook. Fouclair zet een mooie stap. Juraj Sagan. Die gaat ook wat rapper gaan trappen. Als ik voor die Zaits maar boven kom. Het is 3:34 seconden. Dat Peke zit voor. En Zaits zit op zijn dode gemak. En het is op 85 kilometer. Moet over de heuvel schaken. Oh my god. Dan moet Zaits. Je ziet het verschil wel. Ik hoop niet dat het weer een berg. Oh my god, er is nog een bergsprint. Dan moet mijn Juraj Sagan het maar gaan afmaken. Pff. Dat is een hoek op ver van ver aan te vallen.
Oh, dat is van ver. En Vouclair doet het ook. En nu gaat Yuri Sagan het doen. Yuri Sagan. En daar is hier, daar is die man, daar is die man. Zaits. Zaits. Vouclair. Vouclair. Oh, ik moet die binnen gaan pakken. Oh, mannekes. Bij weer geklopt. Wat die een bono. Poef, poef. Ja, ze is aan het knokken voor dat bergspiertje. Het zal verklaren hoor. En hier voor ons ook. Wow, het scheelt ook niet veel. Allee, bono. Juraj had hier 5 kilometer op kop gaan rijden. Juraj Sagan. Kallo springt met 2 man. Stewart pakt hem mee. Juraj maakt de koers wel goed. En pittig. Is niet zwak. Zie je dat deze sprintje nog winnen, hè? Voor de rest heeft Juraj. Zou gaan hier niets meer te doen. Dus 20% moet nu nog. De sprint is nearing for the men at the front. The first man across would gain 20 extra points towards the points classification. 3 kilometer nog 2. Vouclair. Juraj Sagan gaat hier met de spurt aan beginnen. Juraj Sagan pakt de 20 puntjes. Hier is ze wel de betere in. En daar doet hij het eigenlijk. Oei, oei, Sagan. Jeeve. Is een gewoon lege spuur. Hier, ja. Hier, jongen, Peter Sagan. Wow. Sagan pakt ook de puntjes op de i. Wie pakt er dat, Thomas? Juraj Sagan kan niet veel meer doen. Last time check with the breakaway. 1 minute. For now, he's the virtual yellow jersey. The riders up front still. Ah, daar hoort zij aan trainen. Sagan moet mee. He's trying to get out of the peloton. Watch out. Sagan mee. Sagan mee. En daar moet Sagan naar Valverde. Niemand springt. Bettino. Bettino gaat er naartoe. Juraj Sagan. Peter Sagan. Bettino. En daar gaat niemand op reageren. Sagan blijft zitten. Gaan we eigenlijk slim spelletjes spelen. The breakaway is still holding off the peloton, but it's unlikely that it will be able to hang on to the finish. Het is 30, 32 seconden. Dan gaan we er zelfs eens. Wacht, wie heb ik hier nog voor goed te kunnen rijden? Burkhardt. Ah, we hebben nog geen tempo van 95. Nee, 90 te rijden. Nee, kom hier, rij maar 100. Maar ik heb vandaag eens
geschat op winst. Waar is Burghardt? Oh, ik vlieg hier even uit een bocht. Burghardt, kom. Ja, mijn tuur van Burghardt zijn. Oké, Burghardt. Ja, mij even beschermen, Peter Sagan. Okay, I'm coming to protect you. Lekker, Burghardt. Lekker bezig. Rijd er naartoe, jongen Burghardt. Rijd er naartoe, Burghardt. Perfect bezig, jongen. Perfect bezig. Kom op, jongen Burghardt. Goed, jongen Burghardt. Dat is hier werk, jongen. Het ze. Nu is die waswiel. Hier, gewerkt voor uw chapeau Burghardt. We schrijven nu Mike of zo. Want ik heb het gat en ik mag nu gewoon rusten. Ik heb Burghardt het gat toen dichten. Dus eigenlijk moet de ploegen tevreden zijn over Burghardt. Dan gaat Sagan zelf. Sagan gaat dan maar zelf. Peter Sagan. Is dat een gat dat schiet? Of is dat eerder? Peter Sagan. Is rustig. Peter Sagan. Op 5 kilometer zijn we. Vermoten legt de tempo hoog. Ze zijn aan het rennen voor Bettino. Lijkt het me. In de 13. Oeps. En Valverde zit hier ook. Kwiatkowski. Wij gaan ons in het treintje zetten van Morten. Sagan gaat zich eigen voelen. Komt Sagan het. Kon hij vandaag geel pakken. Winnen is al geel, hè. Sagan. Hou nog even vol, Sagan. Sagan is goed. En daar zie je dat klimmen, hè. Hier moeten we eigenlijk naar voren schuiven. Peter Sagan. Kwiatkowski, Hinola. En Peter Sagan met de volle snelheid. Erop. Dat Schelke nu nemen. Nog meer attack. Dan gaan wij nu het gat gaan klaren. Klaren wij nu dat gat. En hier gaat hij wat overhouden. Peter Sagan. Gaat hier winnen. Maar ook geen klein beetje. Peter Sagan. Wint. En schrijft geschiedenis. Wie kan dat hem hier afpakken? Peter Sagan. Alles gaat door zijn hoofd. Maar hier is de streep. Peter Sagan rijdt morgen in het geel. Altijd plezant. Kom op. Oh my god, Peter Sagan pakt hier een hele mooie win. He is all smiles as he climbs onto the podium. He's amongst the Wie pakt dat witte truitje? Wellens heeft ook goed gereden. McCarthy, amai, ook hoor in. Oh. Oh, dit bent mankeer. Dat is pijnlijk, hè? Weer een kut etappe, weet je, jongens? We gaan nu gewoon eens iets anders doen. Kom, we gaan FIFA doen. Doen we? We gaan onze carrière mode verder doen. Of Call of Duty. Ik weet